Voornamelijk heb ik hier geleerd in Creta om verder te kijken en vooral niet klein te denken. Niet klein te dromen, maar te durven dromen, telkens opnieuw. We hebben een oefening gemaakt met stenen als zwaartekracht, wat we eigenlijk als symbool van wat we meesleuren, wat ons belemmert op onze weg naar ons doel. We hebben die stenen achtergelaten, symbolisch, maar ik pak er toch eentje mee, een kleintje, als diepe herinnering aan deze retreat. Ik heb geleerd om duidelijk te krijgen wat dat zelfliefde is voor mij persoonlijk. En om vanuit kernwaarden die diep in mij zitten verder te groeien. Zodanig dat ik mijn leven in functie van die persoon wie ik wil zijn kan verder uitbouwen. Ik neem mee naar huis dat iedereen iets goddelijks in zich heeft. Soms zien we het niet meer, want er staan wolken voor of bergen voor. Maar Inge helpt het naar boven te halen, dat goddelijke. En ik heb het ook kunnen naar boven halen. Dank je wel. Inge, oprecht bedankt. Ik ben mijn eigen tegengekomen en ik straal zoveel liefde uit en licht. En dit is dankzij jou. Er is geen liefde zonder jou.